Hij rolde uit de fabriek in 1944, werd tijdens D-Day ingezet boven Normandië en deze Douglas DC-3 Dakota was het eerste Nederlandse regeringsvliegtuig. Inmiddels wordt het toestel onderhouden door vrijwilligers van de Dutch Dakota Association. Thuisbasis is Lelystad Airport. Maar als er met passagiers gevlogen werd, moest dat de laatste jaren vanaf andere vliegvelden. In Lelystad was de baan te kort. Sinds die nieuwe regelgeving zijn we naar velden gegaan zoals Schiphol met beduidend langere banen. Ook weer voor de veiligheid. Maar dankzij het feit dat nu er een nieuwe baan ligt, kunnen we ook weer hier opereren met de passagiers aan boord. Met 18 passagiers. Een familie uit Duitsland boekte het toestel vandaag voor een rondvlucht. Zij zijn daarmee de eerste van wat ongetwijfeld meer passagiers zullen zijn die weer op Lelystad Airport in en uit de Dakota stappen. Goede vloek. Ja, veel spaars, hè? Schiphol is natuurlijk ook een prachtig veld, maar daar is het natuurlijk al verschrikkelijk druk met de grote commerciële luchtvaart. Hier hebben we natuurlijk veel meer ruimte om onze vleugels uit te slaan. Toen de motoren eenmaal warm gedraaid waren, kon het vliegtuig koers zetten naar de verlengde start- en landingsbaan en vervolgens opstijgen. De vlucht duurde zo'n 20 tot 30 minuten en ging vanuit Lelystad richting Urk, Kampen, Harderwijk en vervolgens weer terug naar Lelystad Airport. Bij de passagiers na afloop tevreden reacties. Wunderbar. De sound der Maschine is fascinerend. En het gevoel, man komt zich voor wie in de vergangenheid. Zo moeten historische vlieger zijn. Wat hebben ze gezien? Ja goed, die ronde, we hebben die Batavia gezien en dan teile van, Zuiderzee. Ja, en de andere noord heb ik vergeten. Ik heb meer aan die machine gekookt dan in het cockpit. Ja, heel mooi, prachtig weer. En dat voor de eerste vlucht van het jaar. Dus een mooie openingsvlucht. Het was nu heel mooi rustig vliegen.